31 oktober gaan wij het in het Benelux Theater gaan wij de grote AI-show doen. En dat is dan om 7:30 naar binnen, geloof ik. En dan kun je dus, en wat we dan gaan doen, we gaan enerzijds vertellen over AI, de achtergrond en wat het nu is en wat het allemaal kan, allemaal voorbeelden en mooie demo's. En ik doe een beetje zo'n algemeen verhaal erover en ik laat heel veel demo's zien. En Maurice gaat vooral hele praktische dingen laten zien. Dat was Fleur Agema. Want zij heeft in de Tweede Kamer verklaard dat jij een geweldige AI-promoter was. En dat je daar heel veel inspiratie hebt verdeeld. De krant. Dat minister Agema tegenwoordig Maurice de Hond meeneemt naar allerlei bijeenkomsten of zich op wat voor manier ook door hem laat adviseren? Ik vind Maurice de Hond bijzonder inspirerend als het gaat om artificial intelligence. Daar is hij ook een voorloper in. En ik heb hem dan ook uitgenodigd bij een inspiratiesessie over artificial intelligence. En dat was een hele leuke sessie. En hij heeft heel veel opgeleverd ook voor het regeerprogramma. En dat was het. En daarover heb ik contact met hem gehad, over artificial intelligence en dergelijke. Wat we daar besproken hebben staat voor een deel in het regeerprogramma. En in de bijlagen van het regeerprogramma staan de namen van mensen met wie gesproken is. En daar staat ook mijn naam. En dat was het. Punt. En dat gaat over één keer dat jij op een gegeven moment één keer bij het ministerie geweest. En heb je gezegd, hey, moet je eens kijken wat je met artificial intelligence kunt doen. Om die administratieve lastendruk voor de zorgverleners te verlichten. Zelf heb ik er ook aan meegewerkt eigenlijk. En dat heb ik ook aan Fleur Agema gestuurd. Wat kun je nou leren van eigenlijk wat er nou eigenlijk in Taiwan aan de hand is? Want Taiwan, daar geven ze 4 keer zo weinig uit aan administratieve lasten te druk. Dus in plaats van 40% van de tijd zijn ze het in 10% van de tijd. En ze geven ook nog 5 keer zo weinig uit aan ICT dan in Nederland. Dus ze hebben goedkopere ICT, want ze doen veel meer zelf en veel minder van die grote Amerikaanse bedrijven. Even 6% van het bruto sociaal product, was niet 5, maar 6, vergeleken met wij 12%. En slimme automatisering en AI, wordt daar heel veel gebruikt. Wat tijdens het webinar laat zien, de dingen die je eigenlijk in je dagelijks dagelijkse praktijk, en het maakt eigenlijk niet uit wat je bent, met wat voor dingen je doet, hoe makkelijk zo'n AI je werk kan maken. Ik zit in Word bezig. Ik wil een inhoudsopgave maken. In Word. Hoe moet ik het doen? Ja. Nou, en dat doet hij voor ieder programma. Ja. Dus maakt niet uit welk computerprogramma. Maar ik kan ook zeggen, een rood lampje gaat branden in mijn auto daar en daar. En hier doet hij het algemene verhaal. Maar ik kan ook zeggen, kan je me stap voor stap begeleiden? Ja. Nou ja, en je zit vaak met dingetjes bezig. Of je computer doet een beetje raar, of je printer doet raar, of whatever. En vaak ben je ontzettend aan het uitzoeken wat dat nou is. Moet je naar de handleiding toe? En hier wordt het gewoon uitgelegd. Ja, voetbalclub heeft problemen met... We hebben niet genoeg scheidsrechters. En nu zijn we bezig om een opleiding te maken voor scheidsrechters, voor ouders. En wat zijn nou eigenlijk... We hebben de belangrijkste voetbalregels die we op niveau moeten weten. Nou, dan krijgen we de belangrijkste regels, hoe die precies werken. Heb ik nog andere regels, hens, overtredingen. Nou, ik heb er nog hier nog een aantal erbij. En ik wil een reis van 5 dagen maken naar Noord-Macedonië. Nou, dan komt hij met het programma. Een verborgen juweel vol ongerepte natuur. Geweldig, ja. Hier vertelt hij. En dan kan je het veel specifiekere vragen stellen. En dan kan ik zeggen, hij zei Matka Canyon. Maak een plaatje van Matka Canyon. Dat plaatje? Wauw. Maar wat ik ook altijd leuk vind, maar dat doe ik als ik ga freestylen. En dat is deze. 31 oktober gaan wij het in het Benelux Theater de grote AI-show doen.
En dat is dan om 19:30 binnen, geloof ik. En dan kun je dus, en wat we dan gaan doen, we gaan enerzijds vertellen over AI, de achtergrond en wat het nu is en wat het allemaal kan, allemaal voorbeelden en mooie demo's. En ik doe een beetje zo'n algemeen verhaal erover en ik laat heel veel demo's zien. En Maurice gaat vooral hele praktische dingen laten zien.